Mooi weer en volop ijs. Komend weekend wordt een enorme drukte verwacht op de plassen, vennen en vijvers. De politie riep al op om weg te blijven bij de Vlaas bij Esbeek vanwege drukte en onbetrouwbaar ijs. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een paar honderd schaatsers bond toch de ijzers onder. Ik kon de verleiding niet weerstaan, inderdaad. Volgens de politie was het te druk, maar dat leek vanmiddag toch mee te vallen. Ik vind het absoluut niet druk. Nee. U heeft het hier wel eens drukker meegemaakt? Nou, in het verleden wel, ja. Nou, ik ben daar zo'n groot rondje gaan doen en dan heb je ongeveer één persoon per 100 meter. Dat lijkt me redelijk afstand. Het is soms dat je een tv-ploeg krijgt die heel dichtbij je komt. Dat is eigenlijk het enige hier op de Vlaas. Dat bord daar, dat weerhoudt je er ook niet van? Nee, ik hoorde dat hij meer vanuit de ijsclub is, zodat zij geen blaam treffen. Dat snap ik ook wel. De ijsclub heeft de baan niet officieel geopend dit jaar. Met pijn in het hart, vanwege corona. Want wij weten, als er een weekend is en er kan geschaatst worden, dan komen er duizenden mensen van heinde en verre naar de Vlaas. Dat moeten ze nou niet doen. En normaal is dat geen enkel probleem. En dan moeten we al ons best doen om het gewoon goed te organiseren. En dan krijgen we ook altijd rond met ons bestuur. Maar met de regels van 2 personen op 1,5 is het onmogelijk om dat te handhaven. Wordt veel te druk. En omdat de ijsclub de baan ook niet verzorgt, is de kwaliteit matig. Ja, het is hier en daar een beetje, ja, je ziet het, hè. Ik ben erop gevallen. Echt waar? Ja, kan en, gebeuren. En letsel? Nee. Alleen ja, hoe heet dat? Beschaamd ego. En bent u er klaar voor? Nou, de eerste keer op Noorden, dus we gaan meemaken hoe het gaat lopen. Dat wordt lachen zo meteen. Ja, 3 keer vallen, dan doe ik het ervoor. Ja? Komend weekend worden er nog veel meer schaatsers verwacht. BOA's, politie en verkeersregelaars houden op verschillende plekken de boel in de gaten en zullen ingrijpen als het misgaat. Maar de veiligheidsregio roept iedereen op vooral te genieten van sneeuw en ijs, maar wel het verstand te gebruiken.